Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Ik hoor regelmatig veel mensen over passief inkomen. En laten we daarmee alvast één ding even uit de boeken doen. Deze podcast gaat trouwens iets meer over geld in dit geval. Nou, dat heb je al gezien aan de tekst misschien ook, aan de titel van deze podcast. Elke maand meer geld verdienen. Hoe doe je dat? Of hoe kun je dat aanpakken? Veel mensen hebben het al over passief inkomen. En dit is natuurlijk het meest ideale. Elke maand hoef je niks meer te doen. En elke maand komt er meer geld bij. Nou, ik kan je vertellen, dat gaat niet gebeuren. Niet als je niet van tevoren heel veel tijd en energie erin hebt gestopt. Dus passief is in zekere zin misschien passief. Maar dat betekent dat je vooral in het begin gewoon heel veel tijd moet opofferen. En soms ook geld, maar vooral heel veel tijd moet opofferen om daar te kunnen komen. Dus dat betekent dat je bepaalde programma's moet maken, funnels moet bouwen, nou, enzovoort. Allerlei dingen moet doen in ieder geval, voordat je daar überhaupt geld mee kunt verdienen. Mooi voorbeeldje, ik heb verschillende programma's. Stel, ik heb één online programma wat ik verkoop, wat over persoonlijke ontwikkeling gaat. En ik verkoop dat programma, maar dat programma moest ik wel eerst maken. Daar heb ik heel veel tijd in gestopt. En daarna kun je het dan gaan verkopen. En dat betekent dat je het op dat moment altijd kunt verkopen. Dus het staat gewoon altijd in je shop. En op dat moment kun je er dus geld mee verdienen. Eens in zoveel tijd zou je een mailtje kunnen sturen. En op die manier verdien je dus geld aan. Het is misschien niet helemaal passief. Maar het is wel iets waar je dus één keer heel veel tijd in stopt. En daarna kun je dus door opnieuw een simpel mailtje te sturen naar mensen. Mensen uitnodigen om bijvoorbeeld deel te nemen. En als je dus meer mensen op je mailinglijst krijgt, dan wordt het dus interessant, of meer volgers krijgt, enzovoort. Dus dat is een methode. Wat ik de allermooiste methode vind om elke maand meer geld te verdienen, is om dat te doen door middel van het aanschaffen of het verkopen van online abonnementen. Fysiek kan trouwens ook, maar ik hou me even bezig met de online kant in dit geval. Maar door online abonnementen te verkopen. In mijn geval heb ik het VIP coachingsprogramma. Nou, met het VIP coachingsprogramma, daar kunnen mensen lid van worden. En dan krijgen ze toegang tot, zoals ik dat noem, de Netflix van de persoonlijke ontwikkeling. Dus ontzettend veel video's, templates, checklists over persoonlijke ontwikkeling. Alles staat er eigenlijk in over hoe je doelen stelt, hoe je tijd het beste indeelt, hoe je meer zelfdiscipline opbouwt, hoe je meer zelfvertrouwen krijgt, hoe je je mindset kunt trainen. Boordevol informatie wat naar mijn mening gewoon echt duizenden en dan ook echt duizenden en euro's waard is. En ja, als ik er heel eerlijk over ben, is het gewoon onbetaalbaar. Wat je voor waarde allemaal daarin krijgt. Maar dat heb ik allemaal één keer moeten produceren. Het is video's, templates enzovoort. En ondertussen komt er steeds nog weer meer bij. Hè? Dus het wordt alleen nog maar groter. Netflix breidt natuurlijk uit met bepaalde films, met series. Nou, hetzelfde doe ik eigenlijk met de met het VIP coachingsprogramma, door weer nieuwe video's, nieuwe cursussen toe te voegen. En op die manier blijven mensen dus ook weer eerder lid. Maar als ik dan is de enige tactiek of de enige techniek, de enige strategie die ik moet kennen, of waar ik naartoe moet werken, is om iedere maand meer leden te krijgen in het VIP coachingsprogramma, als ik elke maand wil groeien. Dus als ik bijvoorbeeld 10 mensen heb die allemaal een tientje betalen, even gewoon een heel simpel voorbeeldje. Heeft iets minder betrekking op mijn persoonlijke voorbeeld, maar dat maakt verder niet zo heel veel uit. Dan verdien je dus 100 euro. Oké, en dan is jouw doel voor die maand daarna om dus meer leden te krijgen. Het kan zijn dat er ook bijvoorbeeld 2 leden afvallen. Dus dan kom je even op 8 terecht. Maar jouw doel is gewoon om meer meer dan die 10 uit te komen. Dus als er 2 afvallen, dan weet je, oké, ik moet er dus 3 bij halen. En als dat lukt, dan ga je dus naar 11 toe. En 11 is dan in dit geval even een heel klein voorbeeld. Maar stel, het lukt jou om die maand erna op 11 uit te komen. Dan heb je dus weer 10 euro per maand extra verdiend. Oké, op die manier gaat het natuurlijk heel traag. Maar stel jezelf voor dat jij in staat bent om elke dag bijvoorbeeld 10 nieuwe leden te krijgen. En als er dus bijvoorbeeld al 2 afvallen, dat je dan 12 nieuwe leden krijgt. Dus iedere keer dat je 10 erbij krijgt. Dus dat betekent dat je elke maand 100 euro extra gaat verdienen. En dan verdien je dus op dat moment iedere keer extra. En in het begin gaat dat niet zo hard. En dat is echt het nadeel van de abonnementen. In het begin
Kost het niet alleen heel veel tijd, maar eigenlijk ook geld. Omdat je dan beter een los programma kunt verkopen. Dan verdien je in één keer bijvoorbeeld heel veel meer cashflow. In plaats van bij abonnementen. Want daar wordt het opgebouwd. En dat is een lifetime value wat er eigenlijk achter zit. Jij gaat uiteindelijk misschien wel meer geld verdienen met het lidmaatschap dan met een los programma. Maar voor nu is het zo fijn, hè, om die cashflow te hebben. Dat hebben we natuurlijk allemaal. We willen nu wel het chocolaatje, maar op de lange termijn is dat misschien niet zo fijn. We willen nu allemaal koffie drinken, maar op de lange termijn is dat misschien niet zo gezond. En dus we kijken heel erg naar de korte termijn in plaats van de lange termijn. En als jij meer geld wilt gaan verdienen per maand, dan zul je echt op de lange termijn moeten gaan focussen. En op dat moment heb je inderdaad misschien minder cashflow, minder tot je beschikking. Maar als jij in staat bent om die leden iedere maand te verhogen, en nu noem ik het voorbeeld van 100 euro per maand, maar dat kan natuurlijk veel meer zijn. Dat kan misschien ook minder zijn, dat je zegt 50 euro per maand extra kan erbij. Maar als je dat gaat volhouden, dan ga je dus merken dat je op een gegeven moment steeds meer daarmee gaat verdienen. En dat je er minder tijd mee kwijt bent. En dus bijvoorbeeld, stel je bent in loondienst of je bent ondernemer, maar je doet uurtje factuurtje, dus je hebt die tijd eigenlijk niet. En je kunt langzaamaan die VIP-leden opbouwen, dan kun je dus steeds dat andere juist gaan afbouwen. Waardoor je dus steeds meer een stabieler bedrijf voor jezelf weet te creëren. Ja, en ik ben echt ontzettende fan van dit systeem, omdat het je meer als ondernemer meer stabiliteit geeft in je business. Je weet ongeveer wat je per maand verdient als minimum. Daarbovenop kun je misschien nog wel weer programma's gaan verkopen. En dan kun je dus nog weer meer geld verdienen. En dan heb je in ieder geval een minimum, een basis, waar je vanuit dat principe kunt doorgaan werken. En dat is een heel fijn principe. Nogmaals, het kost dus echt heel veel tijd, geduld en discipline om dat goed neer te zetten en voor elkaar te krijgen. En ik begin het systeem nu eindelijk door te krijgen. Maar in de afgelopen 2 jaar heb ik er ook gewoon veel te weinig mee verdiend om er van rond te kunnen komen, bijvoorbeeld. Dus dan moet je er dingen naast hebben om dat te kunnen opzetten. En nu is het ontzettend fijn om te zien dat het langzaamaan blijft stijgen. Dat ik zie, oké, dit zijn bepaalde inkomsten die ik in ieder geval heb. En dat geeft een stuk rust, een stuk stabiliteit. En dan kun je ook gaan bouwen op andere onderdelen. Want het kost je dan ook veel minder tijd om er nog heel erg veel mee bezig te zijn. Goed, ik hoop dat je hier iets mee kunt. Dit is voor mij een mooie methode hoe ik bijvoorbeeld elke maand meer geld verdien. Hoe pak jij dat op dit moment aan? Heb jij bepaalde strategieën ervoor om dit op te pakken? Werk je bijvoorbeeld met een heel ander systeem, bijvoorbeeld met aandelen of vastgoed? Of ben je dat op een andere manier aan het opbouwen? Ik ben even benieuwd naar jouw geldkant, jouw inkomstenkant. Laat het mij gerust weten in een podcast en in de reactie op deze podcast. En dan hoop ik jou dan natuurlijk de volgende keer weer te spreken. En ik ben benieuwd of je dit ook waardevol vond. Of dat dit misschien ook iets voor jou is. Kun jij in jouw business, misschien is het maar 5% van jouw hele business, maar kun jij een abonnementsvorm indienen of toepassen, waardoor jij ook een stukje passief inkomen kunt gaan verdienen, wat steeds elke maand dus ietsjes meer wordt. Ik hoor graag van je en ik wens je een fijne dag en denk nogmaals aan die kleine stapjes die je elke dag moet zetten in de richting van je belangrijkste doelen. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.